Dames en heren, jezus, jullie zullen denken, Koen, wat zie jij er ongelooflijk sportief uit. En dan zeg ik, klopt. Vandaag gaan we wat leuks doen. Ik ben samen met dikke vette Rob. Woo! Ik moet iets met een dik worden, denk ik. Vandaag gaan we iets tofs doen. Rob en ik gaan namelijk lekker even sporten. Dus Rob, je loopt er al naartoe. Lekker naar het zwembad. Want dat is onderdeel van de challenge die ik bedacht heb. Dat jij gaat zwemmen. Ah, dan ga ik even nadenken over wat ik van jouw challenge vind. Oh, die ga ik niet uitvoeren. Nee, mensen, we zijn gevraagd door Xiaomi om hun nieuwe, fantastische Mi Band 5 te promoten. Want daarop kan je precies zien wat je hartslag is. Super nice. Dus ik heb iets leuks bedacht, namelijk... Ik kan meer dan alleen zien of je hartslag is. Nee, ja. Oké. Okay. Wat kan je allemaal met een Mi Band 5? Je hartslag zien, workouts bijhouden, je slaapritme. Je kan dus dat ding onder de slapen. Dan kan je zien of je goed slaapt of slecht slaapt of sneller slapen. En mensen, voordat ik het vergeet te vermelden, deze Mi Band 5 is nu te krijgen in de Shop in Shop in de Mediamarkt Arena. Rob en ik waren er al gisteren. Hartstikke leuk. Je kan online bestellen en dan kan je het daar ophalen. Er staat een linkje in de beschrijving. Nice. Dus Rob en ik hebben allebei dit vette ding om. En we gaan nu dus allebei een paar challenges doen die ik heb bedacht. En wat we dan gaan doen. Degene die deze challenge verliest, die moet een ongelooflijk achterstand. Oh. En dan degene die zeg maar verliest. Zeg maar degene die fucking slecht is. Oh yeah, fucking slecht. Er is steeds één iemand de slechtste. En de slechtste kan op twee manieren. Ten eerste moet je zo snel mogelijk proberen de challenge uit te voeren. Maar je hartslag mag niet te hoog worden. Als je hartslag te hoog wordt, dan zit je uit het spel. En dan heb je sowieso, sta je 1-8. Uiteindelijk gaat de beslissende finale ronde gaat tussen Rob en tussen mij. En gaat erom wie kan winnen op potje FIFA. En de winnaar daarvan, die krijgt een beker. En die beker, die is nu naar ons onderweg. De beker is er nog niet. We moeten straks dribbelen naar de overkant van de tuin en terug. En degene die dat in de snelste tijd doet, die wint. Maar je hartslag mag niet boven de 130 komen. Als je hartslag boven 130 komt, ben je sowieso af. Mijn hartslag zit nu al op 110. Nee, ik heb al 115. Jij zegt 130, dat is echt opa, hè? 130 is een beetje inspanning, ga je al richting 160. Hè? Echt? Ja, man. Oké, dan doen we 160. Hey mensen! Vandaag ben ik hier met een gloednieuwe video. Mijn naam is Koen. En ik ga rennen. Koen moet met de bal zo. En dan weer terug. Ja, weer terug. Maar eerst open ik de Mi Fit app. Kan jij zien wat mijn hartslag nu is, Rob? Oké. 76 hartslag staat hier. Wat hadden we gezegd? Waar mag je niet boven? 160. Ik denk dat ik dusdanig gewoon weinig hartslag heb. Dat ik gewoon volgens kan sprinten dat ik niet boven 160. Oké, ja, ik ben benieuwd. Als je over 5 seconden begint, begin je precies op 1 minuut. Dat is makkelijk. 3, 2, 1, oh, ik zie die hartstikke oplopen. Oh, maar in dit tempo haalt hij makkelijk. Hij zit nu. Kijk, nu komt hij. Nu kijkt natuurlijk de conditie en dan komt hij achter het hoekje vandaan. Oh, je haalt het easy. Je hartstikke is nog niet eens boven de 100. Oh, nu. 29 seconden had je. Maar je hartstikke is niet boven de 102 geweest. Echt? 103 nu. 106. Kijk, nu ga je stilstaan. Nu komt hij pas omhoog. 107, 108. 29 seconden. Omdat dit dan te makkelijk was voor bij jou 130. Kijk, Rob, dus boven de 130 is hartstikke af, hè? Hartstikke af. Dan begin je straks met een 1-0 achterstand. Je gaat even lekker rekken en strekken. Je hebt natuurlijk een kunstknie. Dit wordt eigenlijk de eerste keer dat ik iets met een bal doe. Behalve dan, hè. Ik moet die video een beetje leuk maken. Ja, heel leuk. 3, 2, 1, go! Daar gaat hij, mensen. 60, 80, 89. Kut, ik ga verliezen. Wat moet ik nu doen? Oh, nee! Wat doet hij nou? Hij schiet die bal helemaal verkeerd. Langs de tafel. Oh! 1,30! Nee. Ik maak geen pad toe. Ja, ik maak echt geen pad toe. Ik ben wel hoger dan jij. Je bent een stuk hoger, ja. Dat is een 1-0 voorsprong voor Koen. Oké, Rob. De tweede challenge is een makkelijker. Je moet alles wat je net gedaan hebt vergeten. Wat heb je net gedaan? Geen idee? Nee. Goed, je bent namelijk vergeten. Wat we nu gaan doen, we gaan rennen. Gewoon rennen. En je hebt 1 minuut. En je moet gewoon zo'n hoog mogelijke hartslag krijgen. In 1 minuut. In 1 minuut? Ja. We hebben allebei een minuut. Ja, om allebei een minuut. Om en om. En degene met de hoogste, die krijgt een doelpuntje. Dus, ja, ik sta al 1-0 voor. Ja. Dus 2-0 voor, maar voor jou heel moeilijk. Ja, wat wel. Heel moeilijk. Maar heel vooral. Kijk, je hebt cheatcode, of niet? Waar heb ik cheatcode? Je hebt dit bedacht. Dat misschien heb je voorbereid. Dat zou rol doen. Oké, Rob. 3, 2, 1. Ja, dit is goed hoor, Rob. Hier echt een flinke hartslag. Oké, okay, dat gaat het doen. Dit is op 115. Wow, is je snel. 117. Wow, 130. 132. Dit is een goed shot. Je zit op 136. Nog 10 seconden. 134, 133, 134, 134. Dat is niet hoog. Gaat hij nu niet omhoog? Nee, 128, 127. Je gaat dood. Rob, ga even liggen, jongen. Zo, pakken we even de Poco X3 erbij. 3, 2, ik sta er. 1, go. Wat is dit? Ik zit te denken aan zielige zeehondjes. Help me? Hij is leuk, hè? Bro, ik heb me net helemaal lopen inspannen, doe jij dit? Dit is goed, dit. Waarom ren jij als een debiel? Ben je voor je hartslag? Je hebt nog 10 seconden. Echt? Hoe zit ik? 107. Jezus, ik heb geen hart. 107, dit is de eindscore ook. Hoe ben je ook moe? Je hebt niks gedaan, gast. Dit is duidelijk een 1-1. 1-1, mensen, op naar de real game.
Dames en heren, jongens en meisjes. Ik heb ook precies evenveel. We staan allebei op 98 hartstand. Onze hartstand is naast gedaan. Maar als je op 98 mag je niet spelen. Je moet boven de 100. Je moet boven de 100. Oké. Ja, ik heb steen. Jij krijgt 1-0. Nee, het is 1-1. 1-1. Ga je met Paris? Gaan we met Paris. Ik ga gewoon met Paris. Oké, Rob, ben je er klaar voor, jongen? Ja, gewoon spelen. Ja, 1-1 hoeft niet eigenlijk niet eens. Ja, maar kunnen we wel doen. Ja, kunnen we wel doen voor de leuk. Ik zit lekker op 115. Robin! Nee, Rob, stop met spelen! Ja! Nee! Ja, stop met spelen! Kom op! Jij bent ook slecht! Kom op! Ik mag! Oh, heel fijn moment, maar ik moet wel doorgaan! Ja, je moet doorgaan! Precies op 100, als ik nu 100 jaar zou zijn! Mijn eerste potje FIFA PS5 trouwens! Ja, bijna ook! Vet feitje! We hebben oh! Ja, maar als het daar spannend wordt, dan wordt het wel makkelijker! Ja, die hartstok natuurlijk vanzelf omhoog! Ja, want we geen niet erop. Er staat een enorme beker op het spel! Ja, die ik nog niet eens gezien heb! Ja, ik mag niet spelen! Oh. Kom op! Dit zo'n bakker heb ik erin! Oké, dit is goed! Ja! Nee! Ja! Kom op! Zullen we zien door die goal gaat hij omhoog? Ik ga echt door het dak heen, joh. Ik ga ook bijna door het dak heen, maar dan beneden. Ja! 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 Nee! Nee! Ja! Nee! Ja! Kom aan! Hoe zit jij? Dit werkt. Het is heel irritant voor de mensen thuis, maar het werkt wel. Die Maria. Nee! Die is perfect! Oh, wat een goal! Jawel! Hartstikke idee! Kom op! Hier komt die bal ook binnen. Ja, je kan niet, joh. Ik speel zonder Virgil natuurlijk. Oh ja, we hebben niet gewisseld bedenk ik nu. Nee, de stamina van die spelers is beter dan die van mij. Ja, dat is ook niet heel... Oh nee. Oh, verneukt het. Hé? Hoe kan het erin? Geen tijd om te juichen. Jawel. Ja! We willen helemaal niet zonder van dijk. Echt niet, zet er erin. Zet er gewoon in. En dat zonder knie. Ah, na! Na! Wat een poepgoal! En je moet wel zeggen, FIFA op de PS5, vet hoor. Ja, vet hoor, heel vet hoor. Oh, buitenspel denk ik. Of niet? Nee, geen buitenspel. Mitchell Bakker is het kwijt. Salah, goal! Mosa! Hoe kan dit nou? Ik ben gewoon zo goed. Dit is op 2 naar voren. Ja, echt, ik heb het helemaal ja, die beker is voor mij! Oh, die hartslag, ik voel hem lekker zak. Oh, even tot rust komen. Nee, Klo, nee. Ja, ja, natuurlijk! En weer opstaan, en weer fit. Kom maar. Lekker fit met de MI Band 5. Oh. Ja! Nee. Ja! Nee, dat is een mening op. Nee, ik kan hem niet bijhouden, ik wil hem doodschoppen. Ja! Nee, wat doe ik? Boom, boom, boom. Oh. Ja, we zijn weg. Op links. Ja, ja. Sadio Mane! Kiepertje. Nee. Ja. Oh mijn god. Lekker Mitchell Bakker, jongen. Sterk. Nee. Nee! Ja! Nee. Tuurlijk! Ah, waarom mag ik hem niet afmaken? Goed gespeeld. Mensen, bedankt voor het kijken in deze video. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. Check de link in de beschrijving. Shoutout naar... Jou. Mi. En tot de volgende video. De groeten! Paren in de week. Ik ben nooit weg geweest. We rocken nog Ray-Ban. Nee, ik hoef geen kartje. Ik ben nooit weg geweest. We rocken nog Ray-Ban.